In het regionaal Archief Rivierenland wordt vanaf 4 oktober de expositie gehouden Tijdreiziger. De tentoonstelling neemt u mee terug in de tijd en vertelt het verhaal van 50 jaar popmuziek van The Dream en Floris Kolvenbach. Naast het archiefmateriaal van de Tielse popgroep The Dream en foto's uit de jaren 70 zijn er tijdens de tentoonstelling een aantal unieke posters uit de privécollectie van Floris Kolvenbach te zien. The Dream speelde op grote festivals in die tijd. Tijdens de tentoonstelling kunt u bij de posters met de muziekapp naar de muziek luisteren. Wat gebeurde er in Tiel nog naast die Dream? Ontwikkeling van een jongerencentrum. Een beetje oproer van de jongeren, want ze wilden uitgaansgelegenheden. En dat was voor de Sixties. Toen kwam een jongerencentrum. En zo is het eigenlijk altijd doorgegaan. Er is altijd wel wat te doen rond Floris Kolvenbach en de Dream. En alles, de jongens die daar zo mooi op een postertje nog staan, wat ze meegemaakt hebben. Het is een apart leven. Naast de tentoonstelling is er ook een prachtig boek, Tijdreiziger, met 2 cd's te koop via de website van The Dream. De expositie duurt nog tot 1 december.